het lucifersmeisje uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriessen. Het lucifersmeisje. Het was snerpend koud. Het sneeuwde en begon al donker te worden. Het was de laatste avond van het jaar. In deze koude en in deze duisternis liep op straat een klein arm meisje blootshoofd en barrevoets. Toen zij het huis uitging, had zij weliswaar pantoffels aangehad. Maar wat hielp dat? Het waren heel grote pantoffels die haar moeder tot dusver gedragen had. Zo groot waren zij. De kleine echter verloor deze toen zij over de straat heen snelde, omdat er twee rijtuigen verschrikkelijk hard voorbij reden. De ene pantoffel was niet weer te vinden en de andere had een jongen opgeraapt en snelde ermee weg. Daar liep nu het kleine meisje op blote voeten, die rood en blauw van de kou waren. In een oud schort droeg zij een hele voorraad lucifersdoosjes en een daarvan hield zij in de hand. Niemand had er de hele dag een van haar gekocht. Niemand had haar zelfs een aalmoes gegeven. Sidderend van koude en honger sloop de arme kleine voort als een beeld van jammer en ellende. De sneeuwvlokken bedekten haar lang blond haar, dat in prachtige lokken op haar schouders neergolfde. Maar daaraan dacht zij niet. Al de ramen waren helder verlicht en het rook heerlijk naar ganzengebraad, want het was oudejaarsavond. Ja, daaraan dacht zij. In een hoek die gevormd werd door twee huizen, waarvan het ene een weinig meer dan het andere vooruitsprong, zette zij zich op haar hurken neer. Haar voetjes had zij naar zich toegetrokken. Maar nu werd zij nog kouder en naar huis durfde zij niet. Zij had immers geen enkel doosje lucifers verkocht en bracht geen cent mee. Van haar vader zou zij zeker slaag krijgen. En thuis was het ook koud. Boven zich hadden zij slechts het dak, waardoor de wind heen floot. Al mochten de grootste reten ook met stro en lompen dichtgestopt zijn. Haar handjes waren bijna geheel van de kou verstijfd. Ach, één enkel lucifertje zou haar wel goed doen, als zij er maar één uit een doosje durfde nemen. Dit tegen de muur afstrijken en zich de vingers daaraan warmen. Zij haalde er een uit. O, wat glom, wat brandde dit. Het was een warme, heldere vlam, als een lichtje, toen zij er haar handen boven hield. Het was een wonderbaar lichtje. Het scheen het kleine meisje werkelijk toe, alsof zij bij een grote ijzeren kachel zat.
Wat brandde het vuur daarin? Welk een heerlijke warmte gaf het van zich! De kleine strekte haar voeten reeds uit om ook deze te warmen. Maar daar ging het lichtje uit. De kachel verdween. Zij hield slechts een klein stompje van het afgebrande lucifertje in de hand. Een tweede werd tegen de muur afgestreken. Het gaf licht en waar het schijnsel op de muur viel, werd deze doorzichtig als een sluier. Zij kon in de kamer zien. Over de tafel lag een wit tafellaken uitgespreid. Daarop stond prachtig porseleinen vaatwerk. En heerlijk dampte de gebraden gans, die met appelen en gedroogde pruimen opgevuld was. En wat nog prachtiger om te zien was, de gans sprong van den schotel naar beneden, waggelde over den vloer, met mes en vork in den borst, en kwam naar het arme meisje toe. Daar ging het lucifertje uit, en nu bleef slechts de dikke, vochtige, koude muur over. Zij stak nog een lucifertje aan. Daar zat zij nu onder de heerlijke kerstboom. Deze was nog groter en prachtiger dan die welke zij door de glazen deur bij den rijke koopman gezien had. Duizenden lichten brandden er op de groene takken en bonte prenten zoals die welke er voor de winkelramen te zien waren, zagen op haar neer. De kleine strekte haar beide handjes er naar uit. Daar ging het lucifertje uit. De kerstlichtjes stegen al hoger en hoger. Zij zag ze nu als sterren aan de hemel. Eén daarvan viel naar beneden en vormde een lange vurige streek. Nu sterft er iemand, dacht het kleine meisje, want haar oude grootmoeder, de enige die haar ooit had liefgehad, maar die nu dood was, had haar verteld dat er, als er een ster naar beneden valt, een ziel tot God opstijgt. Zij streek weer een lucifertje tegen de muur af. Het werd weder helder. En in den glans daarvan stond haar oude grootmoeder. Helder en glinsterend, vriendelijk en liefderijk. Grootmoeder, riep de kleine uit. Ach, neem mij mee. Ik weet dat ge weer verdwijnt als het lucifertje uitgaat. Ge verdwijnt evenals de warme kachel, evenals het heerlijke ganzengebraad en de grote prachtige kerstboom. En zij streek al de lucifers uit het doosje af, want zij wilde haar grootmoeder zo graag bij zich houden. En de lucifers schitterden met zulk een glans dat het helderder werd dan midden op den dag. Haar grootmoeder was vroeger nooit zo mooi, zo groot geweest. Zij nam het kleine meisje op haar arm en beide vlogen in glans en vreugde hoog boven de aarde, oneindig hoog. En daarboven was nog koude, nog honger, nog angst. Zij waren bij God. Maar in den hoek, tegen den muur aangeleund, zat in den koude morgenstond het arme meisje met rode wangen en met een glimlach om de lippen.
doodgevroren op den laatsten avond van het oude jaar. De nieuwjaarszon ging over het kleine lijkje op. Verstijfd zat het kind daar met de lucifers, waarvan één doosje geheel opgebrand was. "Zij heeft zich willen warmen," zei men. Niemand had er enig vermoeden van. Wat al schoons zij gezien had, in welk een glans zij met haar grootmoeder het nieuwe jaar ingetreden was. Einde van Het Lucifersmeisje.